Raymond van Barneveld. Raymond! De 44ste major ontmoeting tussen Phil the Power Taylor, zesvoudig winnaar van de Premier League voor de laatste keer in 2012, en Raymond van Barneveld, winnaar van de Premier League in 2014. De darts klassieker staat op het punt van beginnen. Taylor won van die 43 voorgaande ontmoetingen met Van Barneveld er 30. Verloor de 9, 4 wedstrijden en het in de gelijkspel. Maar Raymond van Barneveld heeft wel 3 van de laatste 5 wedstrijden gewonnen van Taylor. Waaronder de halve finale in de Premier League van 2014. En ook 5 van de laatste 7 wedstrijden niet verloren. Maar ja, wat het allemaal betekent voor deze wedstrijd, ik heb geen idee. Helemaal niks. Nee, hè? Nee hoor, we zijn gewoon weer op 0-0. Het is weer een nieuwe competitie. De balans is weer net even anders. Co en Marco had het, of Marcel hadden het er ook wel even over aan tafel. Taylor speelde echt wel goed, vond ik, afgelopen weekend. Had misschien die Masters wel moeten winnen. En goed, had en moeten, dat telt allemaal helemaal niet. Dit is de Premier League. Dit is gewoon één avond. Je moet hier er gewoon staan in deze wedstrijd. Taylor is begonnen. Ja, en in de Premier League hebben ze natuurlijk ook al heel vaak tegen elkaar gespeeld. 23 keer, 16 overwinningen voor Taylor. 3 voor Van Barneveld. Waaronder die halve finale en 4 gelijke spelen. Ook dat zit allemaal helemaal niks. Dus dat u het maar even weet. We gaan gewoon kijken naar deze partij en gaan genieten. Ja, want hoe vaak krijgen we deze klassieker nog te zien? Dat is natuurlijk altijd, het gaat niet zo heel vaak meer zijn natuurlijk.
Want deze mannen, met alle respect, zijn natuurlijk wel gewoon over de helft van hun carrière, zal ik maar voorzichtig zeggen. Maar ze hebben een aantal fantastische duels uitgevochten in hun carrière. Prachtige herinneringen aan deze mannen. En ik hoop dat ze er nog een paar mooie aan toevoegen. Ja, niet in het minst natuurlijk die WK-finale die ze tegen elkaar spelen. 45. Twee WK-finales zelfs, maar vooral die natuurlijk van 2007. Vrij legendarisch. 137. Van Barneveld na een goed begin van 140. Steeds stilgevallen. Tijdens zet wel door. 64 aangekomen, daar heeft hij alle tijd voor. Speelt een administratieve thuiswedstrijd. Hij wordt als eerste genoemd, dus hij mocht aan de wedstrijd beginnen. Nu dubbel 16 en dan heeft hij het in 15 darts keurig gedaan. 48. Nou, hij doet het niet keurig in 15 darts, maar Van Barneveld kan natuurlijk nog niet uit. Dus geen man overboord voor de power. 100. Koyogwa 16. Het is 1-0 voor Taylor in de First Direct Arena in Leeds, waar hij één keer won en één keer verloor. Van Barneveld heeft hij nog niet gewonnen in twee wedstrijden. 100. Gelijk spelletje tegen Peter Wright in 2014. Een dikke nederlaag voor Van Barneveld tegen Adrian Lewis vorig jaar in week 1. Ja, dat was die wedstrijd waarin 81. Lewis alles gooide. Dat was ook verreweg de beste wedstrijd die Lewis afleverde vorig jaar in de Premier League. Gemiddelde van bijna 114. En Van Barneveld had natuurlijk vorig jaar een moeilijke start van de Premier League. Stond na 8 weken zelfs op het randje om eruit te gaan na 9 weken. Niet die eerste schifting te overleven. Dat deed hij uiteindelijk wel. En vanaf die week verloor hij ook niet 1 wedstrijd meer in de reguliere competitie. Nagelde echt alle grote namen aan het kruis in die tweede helft van de Premier League. En daaraan zie je ook dat Van Barneveld echt bij de grote jongens hoort. 26 maart 2015 verloor Van Barneveld voor het laatst een competitiewedstrijd in de Premier League. Ja, Taylor heeft natuurlijk dat record staan van 44 wedstrijden op rij zonder nederlaag. Dat record gaat nooit meer verbroken worden, volgens mij. Kan tegenwoordig niet meer. Omdat de concurrentie te groot is. Ja, goed, de concurrentie was toen ook natuurlijk wel groot. Hè, want ook toen speelden gewoon de 7 of 8 beste spelers van de wereld mee in de Premier League. Maar ja, het niveau is zo dicht naar elkaar toegegroeid tegenwoordig. En je ziet het vandaag aan Van Gerwen. Terwijl Van Barneveld hier zijn eigen lek keurig houdt in 13 pijlen. Je ziet het aan Van Gerwen vandaag. Even op 95%. En je gaat er gewoon af. Volgende week speelt Van Barneveld tegen Peter Wright. Taylor neemt het dan op tegen James Wade. Dat zal zijn in Newcastle. Van Gerwen gooit dan, als hij weer beter is, tegen Gary Anderson. Ja, dat weten we nog niet. Het is inderdaad afwachten. Hij heeft een virus opgelopen. En het is nog absoluut niet bekend of hij er volgende week wel bij kan zijn überhaupt. Ja, er zit natuurlijk een maximum aan het aantal weken dat Gary Anderson kan missen. Het zal niet heel veel meer dan 2 mogen zijn. Terwijl Van Barneveld de eerste 180 van de wedstrijd op het bord zet. In de leg van Phil Taylor. Maar hoe werkt het dan? Ja, tot nu toe in het verleden, op een gegeven moment is er een punt waarop je dat schema niet meer op orde kunt krijgen als een speler te vaak afwezig is geweest. Ja, dan wordt de speler eruit gehaald. Hè. We hebben Wayne Marlow gehad in 2009. Die kreeg de bof. Daar kwam hij echt niet vanaf binnen 2-3 weken. Ja, toen werd hij gewoon uit de competitie gehaald.
En dan vervallen alle resultaten. Nou ja, dat probleem hebben we dit jaar natuurlijk niet. Terwijl Van Barneveld na 9 pijlen op dubbel 18 staat. Hele sterke leg van de Nederlander. En Taylor haalt ook niet al te veel af van die 181. En dubbel 18 zit erin. En dit is een heuse tiendarter. Aan zijn lichaamstaal is het niet te zien, maar het is echt een kunststukje hoor. Hoppa, Paté. 116 gemiddeld. Dat is best pijlen gooien. 140. 85. Ja, de laatste pijl had hij niet goed vast in eerste instantie, maar die gooit hij dan wel in de triple. 80. Er is een soort onderlinge strijd in het publiek losgebarsten. Dat zal waarschijnlijk weer tussen de tribunes en tussen de vloer gaan. 70. Ja, en Taylor is nog niet echt op stoom, mogen we toch zeggen. Afgelopen weekend speelde hij heel sterk tijdens de Masters. Nu is het toch net even wat minder. Ik heb ook het idee, maar het is heel moeilijk te zien bij Taylor, dat die flights weer wat anders zijn, weer wat kleiner zijn. Oh nee, daardoor, ja. Daardoor hangen ze meer. En misschien dat de heren, ik weet niet of de tijd dadelijk voor is, aan tafel dat kunnen laten zien. Die hebben de pijlen van Barneveld en van Taylor natuurlijk daar staan om het verschil in de grootte van de flights tussen Taylor en Van Barneveld te laten zien. Volgens mij speelt Taylor nu met de kleinste vorm, zeg maar. Als ze iets groter zijn bij Taylor, dan blijven ze iets meer rechtop staan. Voor mijn gevoel hangt de pijl, zelfs nu als hij in de triple zit, hangt hij wat meer dan voorheen. 134. Ja, zal zich hier toch het beste bij voelen. Dan schuilt hij het podium mee op. Van Barneveld 133. Dat gaat niet uit. Dus Taylor krijgt zijn kans om terug te breken meteen vanaf 124. Met Van Barneveld op dubbel 18. Triple 18 en bullseye. Nee. Dus Van Barneveld een dubbel 18 om de break te verzilveren. En je kunt hem maar alvast in de pocket hebben. Ja hoor, het was natuurlijk wel een wat minder leek dan die vorige van Barneveld. Maar wat zal het hem bommen? Hij staat gewoon 3-1 voor. En finishend. Drie kans gehad. Drie kans geraakt. En daar gaat het dan toch allemaal weer om. Ja. Zeker in het hoofd van Van Barneveld. Daar wil hij zichzelf nog wel eens kwijtraken. Als hij een paar pijlen op de dubbel mist, dan is hij vaak de weg kwijt. Krijgen via social media, waaronder Twitter, via de hashtag RTL7Darts, flink wat foto's binnen. Dat is perfect. We krijgen ook flink wat vragen binnen. Daar hebben we vanavond niet zo heel veel tijd voor. Heel veel vragen gaan over de Premier League en over het vervolg van de Premier League. Wanneer we uitzenden en wat het prijzengeld is, dat soort vragen. Dat kunt u allemaal, zoals te doen gebruikelijk, vinden op onze website. Klik het toernooicenter aan, daar staat echt alle informatie in. Wie over dit toernooi wil weten, op de toernooipagina onder toernooien. Dan Premier League aanknikken, daar vind je de stand en alle uitslagen van alle weken. En in de tv-gids vind je prima op een rijtje wanneer we er op tv zijn, wanneer we er via de livestream zijn. Op de avonden dat wij op RTL 7 Europa League voetbal hebben. Kortom, daar vindt u echt alle informatie. En natuurlijk ook eventueel in onze shop alle artikelen die u maar nodig denkt te hebben bij het darten. Ondertussen zijn we in een yo-yo-lag verzeild geraakt. Taylor yo-yo het nu weer over Van Barneveld heen. Laat toch nog wel 141 over in de lek die zelf begonnen is. Dus er zijn hier zeker perspectieven. En dit is een lekker begin hoor. Die eerste in de triple.
haalt hij de boel er vanaf? Dat doet hij meestal wel, maar hij had het goede gevoel dat hij triple 20 erbij kon komen. En Taylor is weer in de problemen. Pas twee scores van 140 voor Taylor. Kan dus niet genoeg druk zetten. Gemiddelde van 92, waar Van Barneveld nog altijd op 107 staat. Hè? Enkele bol, dubbel 18. Ja, dat is een enkele bol. Dubbel 18 loopt lekker, hè? Nou ja, loopt fantastisch. Hij is 4 uit 4 in die buitenste ring. Wat een clinic. Ja, Van Barneveld moet de Nederlandse eer hoog houden in Leeds. 100. Na de nederlaag van Gerben. Hij is aardig op weg verlopen. Vier legs op rij nu. Hij was natuurlijk niet helemaal happy met zijn prestaties van het afgelopen weekend tijdens de Masters. Goed, ook wat minder voorbereiding gehad dan dat hij gewenst had misschien. Was op vakantie geweest, maar ja, je moet ergens natuurlijk ook een keer de rust pakken en een vakantie pakken. Dat hebben we allemaal wel eens nodig. Maar hij is eigenlijk altijd goed in de Premier League. Alle jaren dat hij gespeeld heeft, en dit is zijn 11e jaar. Voor Taylor is het seizoen 12 dat hij meedoet. Die heeft alle edities meegedaan. Twee keer buiten de play-offs gevallen. Maar eigenlijk gewoon altijd goed. En Taylor vorig jaar voor het eerst buiten de play-offs. Het gaat erom, na 9 van de 15 competitieweken, niet bij de laatste 2 te zitten, niet op plaatsen 9 of 10. Er is één ding wat Van Barneveld absoluut wil. En absoluut, hij wil week 15 spelen. Wat er ook gebeurt. Hij moet en zal, en het zou ook verschrikkelijk voor hem zijn natuurlijk als de eerste keer Premier League in Nederland. Als je 11 seizoenen meespeelt, als je er dan niet bij bent. Hij wil toch ook wel naar de play-offs? Nee, natuurlijk. Maar uiteraard. Hij wil hem ook winnen. Dubbel 18. Hopsakee, er zat nog een gaatje. 5-5. Wat staat hier allemaal te doen hier, zeg. Geweldig. Heel geconcentreerd. En ontzettend relaxed ook. Ja. 5-5 op zijn dubbels. Zie je het, en hoe vaak heeft hij dubbel 18 eruit? Volgens mij 4 van die 5 keer. Ik denk ook maar zomaar zoiets. Ik zag hem nog op Twitter gezellig in de trein zitten met Michael van Gerwen op weg naar Leeds. Ja, ook dat hoort er een beetje bij, hè. 100. Een kale en een bijna kale. Ja. 60. Nee, geen triple voor Taylor. Het loopt niet lekker voor Phil Taylor. Ja, die zei tegen Arjan van der Giezen dat hij het afgelopen week maar één dagje getraind heeft. 100. Het zal toch voor Taylor ook aan te raden zijn dat hij de aankomende week er iets meer uurtjes in stopt. Hij zal toch niet 2 jaar op rij die play-offs willen missen. 137. En dat blijkt maar weer hoe moeilijk het te voorspellen is in de Premier League, hè. Probeer maar eens 5 wedstrijden de juiste winnaar te zetten. Het is niet te doen. 100. Ja, Taylor heeft niet zo vaak grote nederlagen geleden in de Premier League. Die 7-0 tegen Michael van Gerwen in 2014. Natuurlijk de grootste. 92. Er staat ook een 7-2 nederlaag tegen Van Barneveld. Vorig jaar in de competitie. Kan Van Barneveld hier een goede... Ja, dat kan niet. Kijk eens, triple 19 om dubbel 12 over te laten. Dat lukt net niet. Dan heeft hij spijt dat hij niet voor de boel is gegaan. Maar goed, eerst Taylor op 113. Begint nu wel met een triple 20. 13 en tops. Het is even geleden dat Taylor nog op een dubbel heeft gegooid. Maar hij weet nog wel hoe het moet. Knappe finish hoor van Phil Taylor. Daarmee blijft hij nog enigszins in de wedstrijd. Hij moest 5 legs op rij aan Van Barneveld laten. Heeft nu weer wat terug kunnen doen. Ja, Van Barneveld gaat hier voor het punt gooien al.
135. Barneveld 1 triple in zijn eerste beurt. Taylor 2. Antwoord van Barneveld is goed. 100. De eerste voor Taylor. Nou, komt nog eens eerst op de finish van Barneveld. Maar daar is dan ook even alles mee gezegd. Nou, dit is wel een hele sterke lijk natuurlijk van deze man. 135, 180. Maar dit dan, hè? 45 erachteraan. Ja. Dat zijn we echt niet van hem gewend. Ja, dan heeft hij ook 101 weer gestaan. En voor Barneveld begint goed. Nog een triple 17 erbij. Dat niet. Maar hij denkt er geen seconde over na. Meteen we hup naar boven. Het is een kans voor Taylor. Want de eerste break aan het adres van Barneveld. Nee. En dan kan Van Barneveld het punt gaan pakken. Triple 16 en dubbel 8. Taylor zet ook niet heel veel druk. 16, dubbel 16. Eén pijl dus voor het punt. Het punt is binnen aan Remel van Barneveld. Blijft 100%. Hij is perfect vandaag. Op de finishes. Kun jij je nog een wedstrijd herinneren? Ik weet niet of het nu gaat gebeuren, dat iemand 100% uitgooit. Volgens mij, maar dit moet ik echt even uit mijn hoofd doen. Volgens mij is Andy Hamilton een keer ook 6 uit 6 geweest. En toen miste hij 3 pijlen om die 7e leg binnen te halen. Toen werd het nog een gelijk spel. Ik wil de goden niet verzoeken natuurlijk. Maar volgens mij heeft er niemand 7 uit 7 ooit op zijn dubbels gegooid in de Premier League. Maar wij moeten het uit ons hoofd doen. Er zijn altijd mensen thuis, Frank, die zich dingen beter herinneren dan wij. Dus, ja, Premier League of welk toernooi dan ook. Ja, precies. 7 uit 7 op de dubbels. Is het wel eens eerder voorgekomen? We vragen het aan u thuis. Tweet het naar ons. Hashtag RTL7Darts. En u krijgt minimaal een eervolle vermelding als u zo'n wedstrijd weet. Nou... Barneveld met het voordeel in de leg die Taylor begonnen is. Gaat het weer een 7-2 worden? Kan hij de 100% vasthouden? In de halve finale van de Grand Slam of Darts was het Taylor die won. Na die 7-2. Met 16-12 toen. 140 voor Taylor zorgt ervoor dat hij wel weer in de buurt is. Nou, Van Barneveld moet het zo goed mogelijk wegzetten. Ik denk dat dat een triple is. 99. Bill Uquan 155. Dat was juist. En Van Barneveld gaat voor nog een punt. 97. Simon Whitlock, 2 jaar geleden. Dat is een aantal berichtjes die ik krijg. 7 uit 7. Ik weet het niet meer precies. We gaan het nazoeken. Van Barneveld gaat naar dubbel 16. En uitgerekend dan mist hij. En mist hij nog een keer. Dag 100%. Maar goed, belangrijker. Wat doet Taylor hier? Die pijl leek mij er niet helemaal lekker voor te hangen. Maar mist ook. En dan wordt weer de vraag, wat doet Van Barneveld op dubbel 16? Maar nu, die gooit hij gewoon. En ja, nou, 2 kleine foutjes dan. Nou, het zijn vergeven. Een indrukwekkende overwinning van Raymond van Barneveld. Met een gemiddelde dat ruim boven de 100 is gebleven. Als het scorebord even wil doordraaien. Ja hoor, dat wil het. Het is 103,6 voor Van Barneveld. En de 7-2 winst op Phil the Power Taylor. Met de Eye of the Tiger, Raymond van Barneveld.